All right, kick back, relax, and let's hit it again. While you go tell your mother, father, cousin, the kid, and your other friends that don't even have a clue what this Zoo Doo crew is about to do. You know it ain't fool's gold, this is kryptonite. Super MCs freeze when I hit the mic, right? EFF is the AKA. I keep it popping like bubble WRAP. And if you don't know by now, then listen up, stupid. CSWS came to do it. Got more flavor than you and your crew, kid. So get your hands together if you're ready to lose it. And bounce to the bounce of the breakneck beat. And like junior seniors, it's to move your feet. You bring the buckets, I bring the refreshments, and stay fresh to death like I'm choking on a breath. I think I can fly. I'm on 6, 7, 8 cloud. Hallo allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Hierop is Ultrex, de enige echte. Nou, het is maandag vandaag. Ik zou gisteren 2 vlogs opgenomen hebben. Heb ik niet gedaan. Het was gisteren eigenlijk al te donker om nog wat op te nemen op de locatie waar ik naartoe wou. Dus dat heb ik niet gedaan. En vandaag is eigenlijk weer de werkdag begonnen. Zo, ik moest er even over nadenken. De pijn is nog een klein beetje, maar het gaat nu echt de goede kant op. Het is echt bijna is de pijn voorbij, gelukkig. De week is weer begonnen. Ik ben weer gaan naar werken. Het is nu aftellen naar Bobbejaanland. Nog 4 dagen nu nog. Of nee, nog... nog 4 dagen. En dan gaan we naar Bobbejaanland. Ik heb er reuze zin in. Even liggen in de gang doen. Of op de keuken even zo'n lampje doen. Ik heb er net gelivestreamd. Het was wel leuk. Maar het was ook weer minder leuk. De bevestiging werd weer geluid. Waarom ik dus al die maanden weg geweest ben. Ik heb dus helemaal niks gemist. Er zijn nog steeds zielige figuren die ooit in mijn stream kwamen. Ik zal geen namen noemen, maar... dat heb ik het nog gezegd. Oh, zei ik dat nog hard op? Ja, ik bedoel de mas... Meneer die vindt het leuk om... verwijdert me uit mijn vriendenlijst op de PlayStation. Vind ik allemaal reuze best. En gaat hij daarna onschuldig naar me toe komen en zo. Ja, dan ga ik gewoon schieten. Klaar. En dan snapt de meneer niet. Nee, meneer snapt wel wat meer dingen niet. Dat heb je als je met... Ze zeggen wel eens, als je uit 2 verschillende potjes wil snoepen, ja, dan krijg je de deksel op je neus. En meneer begrijpt dat niet. Dus, ik vind het allemaal best. Maar het geeft eigenlijk wel weer aan dat waarom ik weggegaan ben. Ik heb nu dus ook gelivestreamd en ik ben het eigenlijk alweer gelijk zat eigenlijk. Dus ja, door zulke mensen heb ik gewoon geen zin meer om te livestreamen. Dus je kan best wel weer verwachten dat ik over 4 maanden of 5 maanden of 6 maanden pas weer een livestream ga doen. Ja, sommige, de goeie moeten het voor de slechte verpesten, maar het is gewoon zo. Ik ga niet elke dag zo een livestream opnemen om dat figuur tegen te komen en dan gauw hoed te hebben en zo. Dus wat dat betreft ben ik er voor de eerste komende 4 maanden ben ik er wel weer van verlost. Dankjewel. Nou weet ik dus ook gelijk waarom ik dat spel niet meer speelde. Ik geef alleen maar bevestigingen door, hè. Dus kom allemaal wel goed. Nou het is aftellen, jongens. Ik heb echt reuze veel zin in België. Echt, ik heb er echt ontzettend veel zin in. Tatjana komt. Dat is nou sowieso wel duidelijk. Destiny komt ook gezellig. En Ramon, ik ga niet mee. Ramon heeft geen geld. En... wie er wel mee gaat, is ook nog Vincent, Tessa en Kevin. Nou ja, ik heb eigenlijk niet veel meer te melden. Gelukkig is mijn collega Frans weer terug. Die was ook weer ziek geweest. Die is gelukkig ook weer terug. Ik ben blij dat je er weer bent, Frans. Ja, jij bent toch mijngene met wie ik altijd samenwerk. En ja, als die dan een weekje... nu was het ruim een week, want hij is wel goed ziek geweest. Maar... het is toch mijn vaste maat, weet je wel. En dan ben je toch wel weer blij als diegene terug is. Dus Frans, ik ben blij dat je weer terug bent, jongen. En ik ben blij weer met je samen te werken. Ja, het is toch mijn vaste maatje.
Dus als die dan meer dan een week weg is, dan ga je hem toch missen. Ik werk elke dag met hem. Elke dag trek ik met hem op. Dus dat schept ook wel een band, hè. Het schept ook een soort beetje familieband. Nou ja, het is ook familie eigenlijk best wel. Ik zie het best wel als familie, zie ik het best wel. Ja, dus vandaar. Ja, ik heb verder niet echt veel meer te melden. Ik heb net dus de livestream gedaan. Ik ben er voor de eerste komende 4 maanden ben ik er wel weer van verlost. En ik ga zo nog even lekker even 10 uur. Ja, kan nog wel. Even nog een filmpje kijken. Ik heb gisteren heb 2 horrorfilms zitten kijken. Ik denk, ik ga eens een horrorfilmpje opzetten. Nou, ik ga heel even in het donker. Moet ik even de deur even op slot gooien. Oh, die had ik al op slot gedaan, dus dat hoeft helemaal niet. Oh, ik weer allemaal dingen te doen wat ik allemaal niet hoef. Nee, ik had gisteren had ik 2 horrorfilms zitten kijken. En, ik vond het tegenvallen. De eerste film was echt helemaal niks. Daar ben ik ook halverwege in slaap gevallen. Nou, als dat een horrorfilm is waar je door in slaap valt, dan kan je wel zeggen van, nou, dat was niet echt een beste film dan. Nee, dat was het ook niet. En de tweede was wel leuk, maar dat was eigenlijk pas op het einde. Dat was echt een film waarmee je begon eigenlijk langzaam opbouwde. En op een gegeven moment dan kwam inderdaad het spookgedeelte van de film. Dus geef mij maar toch maar een jaren 80, jaren 90 horrorfilm. Dat vind ik nog een stuk beter dan... Dan dit, hè. Want ik vind het tegenvallen. Die tweede film die ik trouwens gezien heb, dat was The Nanny. Dus ik ga dadelijk nog wel even een horrorfilmpje, denk ik, even opzetten. Ik heb wel zin om even nog een filmpje te kijken. Oh, en daar was Kevin weer. Kevin die was weer, stuurde me weer een berichtje. Ja, dat gebeurt ook wel eens, hè. Waren we elkaar op de hoogte. En ik moet eigenlijk maar... accupack even opladen. En ik moet eigenlijk ook even batterijen gaan opladen. Dus dat ga ik denk ik dadelijk ook even doen. Als dat ik klaar ben met de vlog, ga ik gelijk even de camera even onder stroom zetten. Kan ik weer even een batterij opladen. Want dit is de laatste accupack die ik heb. De andere 2 accupacks zijn allemaal leeg. En ik moet toch wel even... ik moet toch eventjes gaan... alvast een beetje gaan... de batterij alvast op gaan laaien voor aanstaande zaterdag. Zaterdag neem ik alle 3 de accupacks mee. Dus ik zit nou gelijk te denken van... Ik had natuurlijk problemen met dat kaartje verleden keer. Nee, dat kan niet daardoor leggen, denk ik. Nee, dat kan niet, want toen gebruikte ik de harde schijf niet. Ik denk misschien... Want ik zei verleden keer dat mijn ene kaartje kapot was... Ik denk, misschien kan het wel liggen aan die kapotte, want ik heb natuurlijk een kapotte... ga ik ook nog even binnenkort voor kijken. Ik heb een kapotte harde schijf, heb ik. Ik heb nog 1 kassie, ik heb er 2, had ik. Ik had 2 van die externe harde schijven. Dit is er toevallig eentje van. Deze is nog goed. En die ik er nu op heb, deze, die is kapot. En die ga ik vervangen. En dan wil ik eigenlijk een eentje hebben die en die in één is. Dus dat is wel een aardig harde schijf die ik wil gaan vervangen door een aardig harde schijf. Waar ik dus voorlopig weer allemaal dingen op kan zetten en zo. Ja, die ene harde schijf is echt kapot. En die ga ik leeg halen. Degene wat er nog vanaf te halen valt, want alles wat erop staat kan ik bijna weer verwijderen. En dan ga ik het veranderen en dan ga ik gewoon proberen een nieuwe harde schijf te kopen. Dan ga ik daar weer alles op zetten. Ik heb, je hebt toch wel harde schijf nodig. Ik heb ook heel veel vlogs had ik bewaard. Ik heb in ieder geval alle harde schijven... ga ik leegmaken dan en ga ik eentje heb, is er nog goed, die bewaar ik nog. En een andere nieuwe harde schijf ga ik bewaren en dan gooi ik de oude harde schijf weg. Dus vandaar, ik heb verder niet veel meer te melden. Dus ik ga hem bij deze afsluiten, jongens. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, vonden jullie deze vlog leuk? Doe een duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrex.
Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, de groeten van deze kant. En ik spreek jullie snel weer bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. Jongens, allemaal de groeten en ik zou zeggen, bye bye.